In deze video deel ik een hele reeks tips met jou in moordentempo achter elkaar die jou kunnen helpen om te starten als ZZP'er of als je al begonnen bent kunnen helpen om te groeien als ZZP'er. We gaan snel beginnen. Welkom bij ZVD-TV. Laat je zien. Ik kom nog zoveel ZZP'ers tegen die niet te vinden zijn online. Ze doen de meest prachtige dingen als ik met ze praat, maar als ik ze online ga opzoeken, dan zijn ze niet te vinden. Zorg dat je zichtbaar bent online en dat je laat zien wat je kan en wat je doet. En het hoeven geen dure websites te zijn. Daar hebben we social media voor. Maak een LinkedIn profiel. Ben op Instagram, ben op TikTok. Afhankelijk van je doelgroep. Zorg dat je zichtbaar bent en laat zien wat je doet. Geef niet op. Ondernemen is best lastig soms en lukt niet altijd meteen en zorgt voor twijfels. Kan ik het wel? En wie ben ik nou om het te doen? Mijn advies, geef niet op en blijf proberen. Goed ondernemerschap betekent elke keer weer op je muil gaan en vol enthousiasme weer opstaan en weer doorgaan. Zoek een coach of een adviseur. Je kan niet alles zelf doen. En dat kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld die jij hoog hebt zitten, die heel ervaren zijn in jouw vakgebied. Het kunnen ook mensen zijn aan klantzijde die jou verder kunnen helpen en kunnen zorgen voor een stukje feedback. Het hoeven niet per se de welbekende online coaches te zijn waar je duizenden euro's moet neertellen. Nee, zorg vanuit je eigen netwerk dat je mensen om je heen verzamelt waar je ze nu en dan eens wat tegenaan kan houden. Waar je vragen kan stellen en waar je je twijfels kan uiten. Want ook dat maakt van jou een betere ondernemer en een betere ZZP'er. Concurrentie krijg je als je precies hetzelfde doet als de ander. Oftewel, zorg dat je dingen anders doet. Ik hoor best wel veel ZZP'ers klagen van ja, er is zoveel concurrentie. Ja, dat klopt. Als jij precies hetzelfde doet als al die anderen, dan is er heel veel concurrentie. Dus denk creatief en denk na hoe jouw invalshoek net anders kan zijn, waardoor klanten zeggen van hé, er zijn inderdaad 1000 timmermannen, maar ik pak die. Of er zijn misschien wel 10.000 copywriters, maar ik pak toch die. Zorg dat je dingen anders doet dan de ander. Blijf leren. Ja, het is als ZZP'er vaak super druk en je bent blij als je 's avonds een keer op je bank kan hangen en een Netflix-serie kan pakken. Maar ik wil je toch echt adviseren om in de avonduren of 's ochtends of in de auto luister naar en hoeven echt niet allemaal studies te zijn. Maar zorg dat je podcast luistert. Zorg dat je vragen die je hebt over je vak, dat je die googelt. Gebruik YouTube waar heel veel op staat, want dat ben je nu ook aan het kijken. Zorg dat je altijd blijft leren en niet denkt van hé, ik ken het wel en ik doe elke dag hetzelfde trucje. Want in één keer gebeuren er dingen om je heen, zijn dingen veranderd en zit je in de problemen. Dus zorg dat je blijft leren en je altijd blijft ontwikkelen. Maak heldere contracten en heldere afspraken met klanten. Iedereen heeft daar zijn eigen stijl in. Ik ben daarin nogal kort door de bocht. Ik maak afspraken met klanten middels een mailtje. Als ik een betaald videoportret maak op CVD-TV, dan gaat er een mailtje heen en weer. Jij wil dit, dat kost zoveel, gaan we doen. Vriendelijke groet, Ronnie Overgoor. En dan is het geregeld. Kijk vanuit jouw vakexpertise. Het is natuurlijk helemaal afhankelijk van, zijn er risico's aan verbonden? Moet je wijzen op bepaalde voorwaarden die jij stelt? Maar zorg ervoor dat je als je met klanten werkt, dat je vanaf voordat je begint heel duidelijk met elkaar hebt wat je voor elkaar betekent, wat je gaat doen en wat de eventuele risico's zijn en hoe je die indekt. Maak duidelijke afspraken met je opdrachtgevers. Ja, en natuurlijk heb je als ZZP'er geen supergroot bedrijf en hele afdelingen en managementvergaderingen en super plannen allemaal, maar toch, maak plannen. Zorg dat je plannen maakt, want die zorgen voor een stukje sturing. In mijn geval is dat bijvoorbeeld heel simpel een puur omzetplan. Dus ik zeg, volgend jaar wil ik zoveel omzet draaien. En dan kun je daarop sturen. Dan kun je op een gegeven moment in maart of april zeggen van hey, dat gaat wel lekker, ik zit op schema. Of je kan zeggen, hey, er moet nog een tandje bij, want ik ga het niet redden. Het kan ook betekenen op projectniveau. Dat je zegt, hey, volgend jaar ga ik een nieuw project starten met als doel om nieuwe klanten aan te spreken of dingen op een andere manier te gaan doen. Initieer dat project, geef het een begin en een eind en zet het in je jaarplan. Dus met name inhoudelijk en commercieel werk volgens een plan, zodat je iets meer structuur aanbrengt als ZZP'er en wellicht ook makkelijker groeit. Financiën, altijd een ding. Zorg voor goed financieel beheer. En in mijn geval, en dat is voor mij als ZZP'er belangrijk, zorg voor een buffer. Zorg dat je meer verdient dan dat je opmaakt. En zorg op die manier voor een buffer, want ZZP'er is gewoon wat anders dan een betaalde baan. Bij een betaalde baan weet je in ieder geval elke maand wat er binnenkomt. Als ZZP'er vaak niet. Zorg dat je buffert, zorg dat je ruimte hebt, zodat je de wat slechtere tijden kan opvangen. Tevreden klanten, daar doe je het allemaal voor. Zo enorm belangrijk. En ik
begrijp soms niet goed hoe mensen dit niet hoog in het vaandel hebben staan. Want klanttevredenheid is niet alleen belangrijk voor je bedrijf en voor jou als ZZP'er. Het is ook gewoon leuk. Hoe tof is het als jij iets doet en de klant die zegt, wauw, gaaf, super tof gedaan en ik ben er heel blij mee. Dus zorg altijd dat bovenaan jouw lijstje prioriteiten klanttevredenheid staat. Maak je klanten tevreden. Ik zeg altijd, under promise, over deliver. Oftewel, maak geen beloftes die je niet kan waarmaken, maar maak liever beloftes die jij daarna overtreft. Want zo krijg jij super blije klanten. Verzekeringen. Saai en boring. I know. Maar toch, als je als ZZP'er gaat beginnen, zorg dat je in ieder geval kijkt welke verzekeringen voor jou van belang zijn. Denk in ieder geval aan een stukje aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Maar denk ook aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je kan zeggen, ja, boeien, interesseert me helemaal niks. Totdat je op een gegeven moment er een jaar uit ligt. Kijk, bij een baan meld je je dan ziek en dan gaat je salaris lekker door. Als ZZP'er niet. Als jij omvalt en je bent een jaar uit de running, en dat kan gebeuren, ik heb het in mijn eigen omgeving meegemaakt met een vriend van me die het overkwam, dan is je inkomen nul. Dus denk serieus na. En nogmaals, het is niet dat ik zeg dat je per se je helemaal moet voldouwen met verzekeringen, maar denk voor jezelf wel na over dit onderwerp en maak daarin keuzes wat voor jou het slimste is om te doen. Belasting. Ongeveer net zo saai als verzekeringen, maar weet wel wat er speelt. En in het simpelste verhaal, en je zal erom lachen misschien, maar het komt voor, ZZP'ers die denken dat omzet hetzelfde is als inkomen. Dat is niet waar. Als ZZP'er is het geen salaris wat je binnenkrijgt, maar is het omzet wat je binnenkrijgt. En hoe jouw BV-structuur of eenmanszaak er nou uitziet, het is geen netto inkomen. Dus zorg dat je de belastingregeltjes kent. Dat geldt ook voor positief. Hè. Er zijn van allerhand dingen die je kan aftrekken, subsidieregelingetjes, MKB-winstvrijstelling, weet ik veel hoe het allemaal heet. Verdiep je er eenmalig in, zodat je een beetje weet hoe het speelt. En als je het nou echt heel erg saai vindt, net zoals ik, zorg dan voor een boekhouder die jou daar over kan adviseren. Maar steek niet je kop in het zand en zeg, die belastingdienst boeit me niet en ze zoeken er maar uit. Want uiteindelijk komen de blauwe enveloppies toch binnen of de mailtjes en moet je aan je verplichtingen voldoen. Dus zorg dat je dat fatsoenlijk regelt. Maak gebruik van technologie. En we praten er vandaag de dag natuurlijk heel veel over. De opkomst van AI, heel concreet in mijn geval, om je een voorbeeld te geven. En dat heeft echt te maken met zorg dat je open staat voor nieuwe technologie en ervan leert en dingen doet die jou verder kunnen helpen. In mijn geval, ik maak 120 gesprekken per jaar hier achter in die studio. Die gesprekken worden met 3 camera's opgenomen. Die moeten allemaal worden gemonteerd. Dat was handwerk. Inmiddels is dat overgenomen door AI. Ik heb een tool daarvoor. Ik stop de video en het geluid in die tool. Ik zeg doe edit en in een minuutje wordt een complete video gemaakt. Wordt een compleet interview wat ik hier heb opgenomen met 3 camera's wordt volledig geëdit door AI. Heel concreet, dat scheelt mij per video ongeveer een uur werk en ik maak 120 video's per jaar. Tel uit je winst. Dat is gebruik maken van technologie. Kijk vanuit jouw vakgebied wat technologie voor jou kan betekenen en hoe het je kan helpen om je verder te brengen als ZZP'er. Werk en privé lopen vaak best wel door elkaar heen. Bij werk is dat soms iets makkelijker dan met ZZP'en. Een ZZP'en, ja, je runt toch uiteindelijk je eigen bedrijfje en het gaat maar door. En als een klant dan 's avonds wat wil, dan wil je misschien toch even wat antwoorden. Zorg voor balans. Zorg dat je dingen uitzet als je dat nodig hebt. Zorg dat je tussendoor gaat sporten. Dat is ook het voordeel van ZZP'en. Je zit niet per se vast aan een werkgever die allemaal dingen van jou verlangt en waar je aan moet voldoen. Je bent eigen baas, dus je kan ook je leventje compleet vrij inrichten, maar het risico zit het er ook in dat je alleen maar werk, werk, werk hebt en op een gegeven moment uit die balans schiet. Dus zorg ervoor dat je nadenkt over hoe voor jou die perfecte balans eruit ziet. Een stukje commercie, denk na over je prijs. En dan kun je zeggen, ja, maar dat kan ik niet, want de prijzen zijn allemaal vastgesteld of de opdrachtgever bepaalt de prijs. En in sommige gevallen zit je daar misschien best wel een beetje aan vast. Maar denk in ieder geval na over wat voor een soort ZZP'er wil jij zijn. Wil jij in jouw markt een prijsvechter zijn en vooral heel hard scoren en veel werken en lekker goedkoop? Of ben jij juist heel erg duur? Dat zijn keuzes die je kan maken. In veel gevallen kun jij die maken. Denk daarover na. Laat het je niet overkomen. Dus en bijvoorbeeld ook, werk jij met uurtarieven of werk je met abonnementen? Dus denk goed na over jouw strategie, over hoe jij jouw omzet wil gaan halen. Vraag aan opdrachtgevers wat ze van je werk vinden. Vraag
aanbevelingen. Dat is niet alleen voor de publiciteit perfect, maar ook om gewoon feedback te krijgen over hoe klanten jou ervaren. We doen dat best wel weinig. Maar vraag aan klanten, hey, ik heb met jou gewerkt. Wat vind je ervan? Hoe ik mijn werk doe? Wat vind je van, kunnen de dingen beter? Kunnen de dingen anders? Wat vind je dat ik heel goed doe? Vraag dat na. En als het gaat om de goede dingen, vraag om een simpele quote of een regeltje. En die kun jij weer perfect gebruiken in je eigen communicatie naar buiten. Want wat is er nou krachtiger als ZZP'er? Heel hard schreeuwen vanuit jezelf dat je heel goed bent. Of een klant van jou of een opdrachtgever van jou laten spreken die zegt dat jij heel goed bent. Ik maak er regelmatig gebruik van. Naast mijn YouTube-kanaal 7D-TV ben ik dagvoorzitter. Ik sta op zakelijke evenementen. En ik vraag aan vrijwel alle opdrachtgevers altijd wat ze van me vonden. En sterker nog, ik vraag ook of ze een Google Review doen. Dus als jij nu op Ronnie Overgoor googelt, dan zie jij rechts mijn bedrijfsprofiel. En daar zie jij Review staan. En daarin spreken klanten zich uit over wat zij van mijn werk vinden. En dat is prettig. Dat is een stuk krachtiger dan alleen maar lopen te schreeuwen vanuit jezelf dat je de beste bent. Investeer in goede apparatuur om je werk te doen. En of dat nou een laptop is of een computer of het is, stel je bent schilder, het is niet zozeer techniek, maar het zijn je kwasten. Kijk, het fijne is als je ZZP'er bent, mag je dat lekker helemaal zelf bekijken. Kijk, ik weet nog wel, ik heb veel met computers gewerkt. Ik zit veel achter beeldschermen en er is toch wel het cliché bekend. Kom je bij grote corporates, dan zit je allemaal met oude ICT-systemen en computers die jouw ding eind niet zijn. En ja, het moment dat je dan ZZP'er bent, dan kun je lekker dat Macje kopen. Omdat jij zelf die Mac gewoon super tof vindt en je kan zelf je smartphone uitkiezen. En het geldt ook voor jou als jij een vakschilder bent. Ik kan me voorstellen als je bij een schildersbedrijf werkt, dan werken ze met die verven, met die kwasten. Als je als ZZP'er gaat beginnen, kun je lekker met je eigen spullen werken. Maak daar dankbaar gebruik van. Dus maak een plannetje als je voor jezelf gaat beginnen van oké, nu heb ik het echt zelf voor het zeggen. Wat is nou voor mij de perfecte apparatuur of het beste gereedschap waar ik mijn werk mee wil doen? Maak daar optimaal gebruik van. Een van de grote voordelen van ZZP'en. Maak een businessplan. Het klinkt als zo een open deur en dat is het eigenlijk ook. Maar ik ontmoet nog steeds ZZP'ers die het niet doen. En als ik dan simpel vraag, wat wordt je omzet? Wat zijn de kosten die je voor moet maken en hoeveel hou je dan over? En het is €300 per maand. Dan moet je niet beginnen als ZZP'er. Dus denk heel simpel. En nogmaals, een businessplan is geen ingewikkeld verhaal met 40 pagina's met lultekst. Echt niet. De kern van een businessplan is 1. Een beetje de continuïteit. Dus heb ik bestaansrecht? Nou, het belangrijkste hoe je dat kan testen is, heb ik klanten? Want die zorgen voor bestaansrecht. En het tweede is een simpele rekensom. Wat is de omzet die ik ga halen? Wat zijn de kosten die ik moet maken? En dat is niet alleen inkoop van spullen, maar dat is ook belasting en alles wat erbij komt kijken. En wat hou ik dan netto over waar ik een leventje van kan leiden? En als dat een bedrag is waarvan je zegt, dat is top. Sterker nog, dat is beter als dat ik in loondienst werk. Dan heb je een prima reden om succes te maken als ZZP'er. Maar als daaruit komt een bedrag van €300... dan moet je niet doen, want dan gaat het niet goed komen. Creëer een fijne werkruimte. Dat is natuurlijk iets anders als je in de zorg werkt of je moet op locatie ergens werken, in de bouw bijvoorbeeld. Maar in heel veel gevallen zijn ZZP'ers gebonden aan een kantoor of aan een computer en zitten ze daar veel te werken. Zorg dat die ruimte prettig is. Ik heb de luxe dat ik in mijn huis een fijne kantoorruimte heb en anders heb ik hier achter die studio waar ik lekker rustig kan zitten. Dus ik kan mijn ding doen. Maar als dat niet het geval is, denk dan bijvoorbeeld eens aan een shared workspace. Er zijn inmiddels werkplekken zat die je gewoon kan delen. Het bijkomend voordeel is dan ook nog eens een keer dat je andere mensen tegenkomt. Dus dat je kan netwerken en dat je dat kan inspireren en misschien op ideeën brengt. Maar denk daar wel goed over na, want in een klerenkast met een laptopje met 3 bezemstelen achter je de hele dag gaan zitten werken zonder daglicht, daar word je niet gelukkig van. Dus denk goed na als je gaat ZZP'en. Hey, wat wordt nou mijn werkplek waar ik gewoon prettig en op een goede manier mijn werk kan doen? Volg leads op. En dat is best een dingetje. Ik merk dat ik daar zelf best slecht in was. Je komt, als je je werk goed doet en je bent op een gegeven moment lekker aan het draaien als ZZP'er, kom je best wel eens mensen tegen die zeggen, oh ja, ik heb misschien ook wel dit en dit nodig. En over een paar maanden misschien. En dan bellen we elkaar wel. En dat soort gesprekken heb je best vaak als je heel eerlijk nadenkt. En wat doe je dan met die gesprekken? In mijn geval, vergeten vaak. Zorg ervoor dat je al die leads die zomaar spontaan binnenkomen, zorg dat je daar gestructureerd wat mee doet. Want dat is een stuk makkelijker dan ja, vanuit het niets gaan lopen jagen op nieuwe klanten. Dit waren mijn tips. Superveel, supersnel achter elkaar gezet. Ik hoop dat er in ieder geval een paar tussen zaten die jou als ZZP'er helpen om te groeien. Of als je aan het nadenken bent, die jou misschien helpen en stimuleren om als ZZP'er te gaan starten. Want het is super gaaf om ZZP'er te zijn. En daar wens ik je hartstikke veel succes mee. Wil jij meer van dit soort video's kijken? Ik maak regelmatig van dit soort video's. En daarnaast interview ik ook ondernemers op mijn kanaal.
abonneer je dan hieronder op de abonneerknop en tik het belletje aan, want dan mis je helemaal niks meer. Dan krijg je automatisch een notificatie als ik weer een nieuwe video voor je maak. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! Thank you.